Dan schakelen we nog even naar Frankrijk, want we zoeken het niet dichtbij vandaag. Daar staat verslaggever Nico Wantia op de Alpe d'Huez. Morgen strijden er weer veel mensen tegen kanker door de berg op te fietsen. Nico, wordt er al flink getraind daar? Nou, vandaag niet meer. Als je de trainers en de geleerden mag geloven, is het niet verstandig om de dag voor een zware inspanning nog al te veel te gaan trainen. Dus de meeste mensen zijn verstandig geweest en hebben de fiets laten staan. Er zijn ook mensen geweest die konden de drang niet bedwingen. En die hebben toch nog eventjes wat meters gemaakt hier op de Alpe d'Huez. Maar verder zou ik willen zeggen dat veel mensen toch met het hoofd in de wolken lopen vandaag. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Want het is toch een apart gevoel als je hier met 5000 Nederlanders op die berg bent. En morgen allemaal een grote inspanning gaat leveren om geld in te zamelen voor kanker. Dat geeft een heel goed gevoel aan iedereen. Tegelijkertijd begint ook de spanning een beetje toe te nemen. Want iedereen beseft dat er morgen echt een zware dag op het programma staat. Dit is hem. De berg die ze morgen moeten beklimmen. Bijna 14 kilometer lang. Een stijgingspercentage van gemiddeld bijna 8%. En natuurlijk de 21 haarspeldbochten. Alpe d'Huez wordt ook wel de Nederlandse berg genoemd. Omdat in de Tour de France hier vaak een Nederlander won. Onder wie ook Henny Kuiper. Maar om winnen draait het morgen absoluut niet. Het Alpe d'Huez gevoel draait om saamhorigheid. Weet ook Cindy Pierik uit Haaksbergen, die al voor de vierde keer meedoet. Het gevoel is gewoon dat je het samen doet. Je merkt gewoon dat heel veel mensen zitten met iets heel lastigs. Dus die zitten met of kanker wat in de familie is voorgekomen, of iemand die overleden is of nog strijdt. En je gaat gewoon eigenlijk samen voor één doel naar boven. En dat merk je gewoon heel erg. Ook al ga je voor jezelf, als je ziet dat iemand anders in de problemen komt of iemand anders heeft een extra setje nodig, dan help je die zodat je allemaal samen naar boven heen komt. En dat is gewoon een heel apart gevoel. De deelnemers hebben allemaal hun eigen aanleiding om mee te doen. Zo ook Winnie Plezier uit Genemuiden. Wij zijn hier in het kader dat een van onze collega's aan het begin van het jaar is overleden aan kanker. En dat was voor ons de reden om ons op te geven met een groep van 8 personen. En tot nu toe een bijzondere ervaring. Ja, om te zien wat er allemaal gebeurt om de strijd tegen kanker. Ik ken heel veel mensen in mijn omgeving die of kanker hebben of hebben gehad. En gelukkig ook een aantal mensen die kanker hebben gehad en nog leven. En je merkt gewoon door hier op de berg dat je door het samen te doen, dat die onderzoeken meer naar boven heen komen en dat daardoor gewoon ook in de toekomst hopelijk gewoon veel meer gedaan kan worden. En dat is een beetje mijn drive van. Als ik kijk naar mijn familieleden, de jongere neefjes en nichtjes en dergelijke, zo van, misschien als die ooit kanker krijgen, dat zij er niet aan overlijden. En dat is een beetje mijn drive daarachter. En daarom gaat zij dus morgen 6 keer de Alpe d'Huez beklimmen. Iedereen beseft dat de grote dag nu echt voor de deur staat. Vandaag dan met de auto naar boven gereden, even de etappe verkend. En nu net de startbewijzen opgehaald. En ja, we gaan nu een beetje hier de sfeer proeven ook heel belangrijk. Het hele spul, zeg maar. De kriebels beginnen wel een beetje te komen hoor. Dat ik denk van nou, morgen is het al. Eerst denk je, oh, dat duurt nog maanden, dan weer weken, dagen. En dan precies van nou, bijna. Maar ook positieve kriebels. Ik heb er echt wel zin aan. Ja, dappere mensen daar, Nico. Morgen zijn wij erbij. Jij bent erbij. Wat gaan we doen op RTV Oost? Nou, je kunt thuis de hele dag volgen hoe het gaat hier op de Alpe d'Huez. Want om 8 uur begint er een uitzending. Die is te zien op bijna alle regionale omroepen, dus ook op TV Oost. En die duurt tot 5 uur. En dan is alles te zien van hoe de renners het hebben onderweg op de berg. Hoe ze aankomen op de finish. En er zijn nog allerlei reportages tussendoor. Dus je kunt de hele dag terecht bij TV Oost. En dan hoef je niks te missen van deze editie van Alpe d'Huez. Hartstikke mooi. Ja. En ik weet, jij bent heel sportief. Ga je zelf ook die berg nog 6 keer op en neer? Nou ja, de kofferbak zat vol met camera-apparatuur en geluidsapparatuur. Er was helaas geen plek meer voor de racefiets. Dus ik zal helaas moeten toekijken dit keer. Goed, smoesjes natuurlijk. Dankjewel, Nico.